Het parlement heeft vandaag de wet Toezicht Geldtransactiekantoren in behandeling genomen. Deze wet moet bijdragen aan het herstellen van de economie en moet ertoe leiden dat er rust komt op de valutamarkt. De voorzitter van de commissie van de rapporteurs, Aziz Kumar Gayadin, is ervan overtuigd dat de wet ordening zal brengen in de financiële sector. Hij vroeg de regering om onderzoek te doen naar de wantoestanden bij de Surinaamse Bank en de Surinaamse Postspaarbank. Voorzitter, dus concreet vraag ik aan de regering, omdat ik wat signalen kreeg en wat cijfermateriaal kreeg, wat er allemaal aan verwikkelingen zich voor hebben gedaan bij de Surinaamse Postspaarbank. We hebben hier in het vorige parlement vragen gesteld, nooit beantwoord, terwijl blijkt dat waarom de vragen niet beantwoord zijn geworden. En wanneer we zien dat er zelf een vliegtuig wordt gekocht die niet eens de helft van de waarde is, voorzitter, dan begrijpt u wat voor graaipot er was daar bij Surinaamse Postspaarbank, voorzitter. Dus we vragen concreet aan de regering om ons die informatie te doen toekomen, wat zich daar afspeelt, wat heeft afgespeeld, en dat die samenleving geïnformeerd wordt. Want allerlei zaken, en ik ga hiermee besluiten, voorzitter, om een beeld te schetsen wat zich voor... Voorzitter, u was ook in het parlement, wij waren allemaal hier in het parlement. Als u ziet wat twee ex-parlementariërs gedaan hebben en nog steeds doen bij Surinaamse Postspaarbank en de banken en allerlei overmakingen via stichtingen en instanties, voorzitter. Voorzitter, ik vraag serieusheid van de regering voor onderzoek. NDP-parlementariër Melvin Bouwva stelde dat Gayadin het parlement misleidde met de informatie. Hij vroeg wanneer de regering de belofte zal nakomen om de koers te brengen naar 57 SRD. Aansluitend op de inleiding van de spreker, die ruim een kwartier heeft gesproken en een hele inleiding heeft gehouden, voorzitter. Mooi staaltje om ons natuurlijk te verleiden van de werkelijkheid en het accent te verschuiven. Het accent werd gelegd op SPSB en allerlei andere zaken die daarmee te maken hebben. Voorzitter, wij volgen dat ook op de voet. En als er zaken zijn, ben ik voorstander dat de zaken daar worden gecorrigeerd en mensen berecht worden. Overigens, als de zaken daar liggen, is het geen gebruik om hier diepgaand en breedvoerig over te praten. Tot nu toe, let Gayadin is niets bewezen. De zaak is nog in onderzoek en ook ik wacht erop. Laten we rustig wachten. Wie stelt moet bewijzen. En als u daar stelt dat er een vliegtuig is gekocht, 280.000, en u zegt dat toestel is aangekocht en het is nergens te vinden, het is aangekocht voor de helft van de waarde, wat is de werkelijke waarde? Wie heeft vastgesteld dat het voor de helft van de waarde is? Bent u dat? Wie bent u om dat te doen? Waar zijn de stukken die onderbouwen dat dat voor de helft van de waarde is? Waarom zegt u, en op basis waarvan zegt u dat het toestel is aangekocht dat en bij een particulier is gekomen? Want als dat het geval is, heb ik ook mijn vraagtekens, want ik geloof niet dat man kan gaan bangen bij een plane, dan komt het bij een particulier. Wil u zeker ook een helikopter op een vliegtuig, of ik ook een helikopter en een vliegtuig? Dat kan niet meer het geval zijn, voorzitter. Er zijn regels en ik geloof niet dat we daar aan zullen meewerken. Oppositieparlementariër Melvin Bouwva vandaag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée.